Onder aanvoering van prins Carnaval. Jawel, ook hij was in Kerkrade. Betreden de 22 spelers het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. En dit zijn de opstellingen. Roda speelt in een 3-4-3 systeem. K is geschorst en ontbreekt dus. Bodor is zijn vervanger achterin. En ook voor Willem Jansen is er een basisplaats. Hij houdt Cissé op de bank. Bij Excelsior mag Daan Bovenberg het na zijn ongelukkige debuut nogmaals proberen in de basis. Tegen Roda brak hij al na een kwartier zijn jukbeen. Hij is voldoende hersteld en vervangt de zaterdag nog zo ongelukkige Banchar. Deze man is geschorst. Ron de Rijk geeft u het commentaar. 6. Zijn neus. De bal binnendoor is heel behoorlijk. Sterker nog, die is zo behoorlijk dat Roda al in het begin van de wedstrijd op voorsprong komt. Via Jansen. Dat heeft hij heel snel voor elkaar. De voorzet van Tioté, de kopbal waarmee hij de bal een beetje van richting verandert en verlengt. En daarmee de doelman van Excelsior, Graafland, kansloos maakt. Sijs. Die komt stil te staan, dat is lastig. Hopper. Knap 1-2. Sijs, dit keer laag. Lama, onderkant lat. En alsnog, nee, nu gaat hij over. En bijna staat Roda binnen 7 minuten op 2-0. Dit keer komt de bal laag, is het Lama. Maar de lat boven Graafland voorkomt een grotere achterstand voor Excelsior. Luiks. Voskamp komt er niet aan, Guido Velasco. En nu opeens twee man vrij, onder wie Den Oude. En een uitkomende Castro die voorkomt dat Braber de 1-1 langs Castro schiet. Piqué. Voskamp. Goed gespeeld. Den Oude, oh wat mooi Den Oude. Hij ziet Castro voor zijn goal staan en dit is een oplossing. De bal binnendoor is te ingewikkeld. Hoewel, Adouir. Adouir. Oh, dat scheelt niet veel. Adouir, Tioté. Tioté. Zo is die van Steensel kwijt. Tioté. Voorlangs. Boldor. Sijs of de foul. Ik noemde het volgende station al. En dat is ook een beetje een deel van het probleem. Dat rondspelen van Roda achterin. Dat is nogal omslachtig. Dit gaat wel snel via Tioté. En het is bijna 2-0 via Oper. Dat kan als er niet al te veel toeschouwers zijn in het stadion. Dan kun je gewoon met je club mee verhuizen naar de andere kant van het veld. En dat hebben deze supporters naar rust gedaan. Braber, geen buitenspel. En met nogal wat ruimte voor zich, omdat Bodor daar weg is. Zijn kiespositie. Voskamp doet het ook bij de tweede paal. Die kan zorgen voor 1-1. Zo lukt dat niet. En nu is de kans weg. Knappe bal op Hadouir. De controle is ook uitstekend. Deze bal blijft hangen. Oper. Piqué. De Jong voor zijn linker. Van 20 meter. De Jong, ja nou, dat kan niet. Dat bewees hij zaterdag tegen Willem II in de competitiewedstrijd. Toen stond de paal een treffer in de weg. Nu krijgt hij iets meer ruimte. En verdubbelt Roda tegen Excelsior de voorsprong. Marcel de Jong. Hard en laag. En met een beetje de curve daarbuiten. Onhoudbaar voor Graafland. En Roda dat na Spakenburg en de Graafschap normaliter vanavond ook Excelsior aan de kant zet in het bekertoernooi. En daarmee toch een ronde verder komt. Ondanks het feit dat er niet al te groot zin is gevoetbald in het bekertoernooi. Hadouir dreigen met links, nee met rechts. Hadouir, oh wat mooi geprobeerd. De Jong in één keer raken, Lama. Samen met Bovenberg naar de grond. Wie komt er als eerste aan de bal? Dat is Lama. Alsnog Bovenberg, De Jong. Mogelijk wat druk, De Jong. Dan maar met een voorzet. Piqué, die raakt de bal half. Die legt hem voor de voet van Adouir. En die raakt hem prachtig.
goed geraakt. Buiten bereik van Graafland. Maar het blijft bij 2-0. Nog 4 minuten van een wedstrijd die zich vrijwel uitsluitend afspeelt op de helft van Excelsior. Je kunt het de ploeg niet kwalijk nemen. Het is al een club met een kleine begroting en de lijst met geblesseerden maakt het er voor Lokhoff allemaal niet makkelijker op. Hadden we hier. Deze voorzet past. Luiks verlengt. Dat doet hij de verkeerde kant op. Hadden we hier dan met 3-0. En dat is vermoedelijk de eindstand in Kerkrade. Een eerdere poging. Dat prachtige schot dat belandde op de paal. Dat verdiende weer. Deze krijgt, hadden we hier op een presteerblaadje. Maar hij is er niet minder blij mee. Hier de voorzet. Hier de ongelukkige actie van Luiks. Die de bal verlengt, maar dat niet goed doet. En hadden we hier die vanaf 4 meter inpuntert. En overigens gezamenlijke bekerwedstrijd. Die heel eenvoudig door Roda met 3-0 wordt gewonnen.